Mijn naam is Ruud Glas. Ik ben sinds 1993 advocaat. Dit is een advocatenkantoor, de Haan Advocaten. We werken hier met 15 advocaten. Ongeveer hetzelfde aantal ondersteunend personeel. Wij hebben voor de rest in de noordelijke regio nog 5 andere vestigingen. In Groningen, Assen, Zwolle en Almere. En we zijn een commercieel kantoor. We richten ons met name op het MKB. Zelf doe ik veel vastgoedzaken, vastgoed gerelateerd, bouwrecht. Dus ik kom vaak bij de Raad van Arbitrage voor de Bouw in Utrecht. Veel huurrecht, kantoorruimte, winkelruimte, dat soort zaken. En algemeen contractrecht. Ik denk dat wij een heel zakelijk kantoor zijn. Kwaliteit staat heel hoog bij ons in het vaandeel. Wij houden van snel zaken doen. Oplossingsgericht. En ik denk dat wij ons daarmee kunnen onderscheiden van onze concurrenten. Complex is gemaakt om geen simpele gangenstructuur te maken, maar een heel ruimtelijk gebouw. Dus ze zeggen, je maakt een soort binnenstraat die verbonden is. De twee kopgevels met glas met de buitenkant. In wezen loopt de straat eigenlijk door, de openbare straat. En daaraan zijn gekoppeld twee geconditioneerde kantoorblokken. En die zijn verbonden met trappen en met loopbruggen. Die staan scheef in die ruimte, zodat er ook een soort dynamiek ontstaat. Dus je hebt eigenlijk zeggen, het geconditioneerde waar je moet werken. Het binnengebied is eigenlijk een ruimte die eigenlijk overdekt is, onverwarmd. En de bedoeling is ook dus dat de mensen die hier komen te werken, dat die ook weten, we werken met z'n allen aan in één gebouw. Dus we zitten niet in een smalle gang waarbij je dan aan het eind van de gang zit en 's ochtends kom je daar om 8 uur en om 4 of 5 ga je weer weg en niemand weet of je er wel of niet geweest bent. Je hoort ook op de voetstappen hier lopen. De mensen lopen ook over een stalen brug, dus dat je echt hoort dat men hier werkt. Dus je komt binnen en als je dan een kop koffie haalt of je moet in het toilet, dan spreek je weer elkaar. Collega's en dan praat je met elkaar en dan weet je, ja, we zitten met z'n allen, zijn we bezig om geld te verdienen, maar we hebben ook met elkaar te maken. De bedoeling is ook, als je hier komt als gast, als klant, dan ga je in die entreehal zitten en dan komt die hele overweldigde grote ruimte over je heen. En dan denk je van, nou, dat zit wel snor. Het is niet een simpel gebouw, het is een beetje een abstract gebouw. Het is alleen al interessant om eens contact met ons op te nemen om hier in het pand te mogen kijken, want het is natuurlijk een heel uniek pand door de uitstraling, door dit atrium. Dus alleen al daarom. En we hebben lekker koffie, dus dat is ook een reden om te komen. En we zijn gewoon goed. We doen ons werk met passie, oplossingsgericht, dus kom vooral binnen.